Waaraan, aan wat? Hoe kunnen we dit gebruiken? Bijvoorbeeld, ik denk aan de vakantie. Dus je kan hier een vraag stellen. Waaraan denk je? Of aan wat denk je? Maar er is nog een derde mogelijkheid om dit te vragen. Waaraan denk je, aan wat denk je? Ik kan ook nog de vraag stellen. Die begint met waar en dan het woordje aan, eenmaal op het laatste van de vraag. Waar denk je aan? Dus waaraan denk je, aan wat denk je, waar denk je aan? En alle drie de vragen krijgen hetzelfde antwoord: ik denk aan de vakantie. Maar. Als we nu aan een persoon denken, bijvoorbeeld ik denk aan mijn vriend, dan kan je alleen maar zeggen aan wie denk je, niet aan wat denk je, want wat is voor een ding of iets, maar niet voor een persoon. Aan wie denk je? Je kan niet zeggen waaraan denk je of waar denk je aan. Want deze twee laatsten gaan altijd over dingen of over iets anders, maar nooit over personen. Waaraan denk je? Ik denk aan mijn Nederlandse lessen. Waar denk je aan? Ik denk aan mijn huiswerk voor mijn Nederlandse lessen. Aan wie denk je? Ik denk aan mijn leraar Nederlands. Dus als het een persoon is, kan je alleen maar zeggen aan wie denk je. Dat is de enige mogelijkheid om die vraag te stellen. Een korte samenvatting. Ik denk aan de vakantie. Dat is iets. Waaraan denk je, aan wat denk je, waar denk je aan? Ik denk aan mijn vriend. Dat is iemand. Aan wie? denk je Zo, bedankt voor het kijken en tot in de volgende